Het was vanmorgen vroeg opstaan voor Raymond Heinekamp. Want al het ijs dat direct in de vitrines ligt, maakt hij eerst zelf. Voor hem is het de start van een nieuw seizoen, maar wel na een dik verdiende vakantie. Want eind oktober begon voor hem de winterslaap. Ja, we zijn 6 dagen in de week open. Sowieso op 10 uur per dag, dus we zijn al 60 uur open in de week. En dan voorbereiden en schoonmaken, dan ben je wel 80 uurtjes bezig. Dat wil echter niet zeggen dat er niet gewerkt werd tijdens de vakantie. Raymond is namelijk enkele dagen in Italië geweest om daar beurzen te bezoeken. Dit zijn echter geen snoepreisjes. Nou nee, want het is eigenlijk meestal maar een korte periode. Oh, van een dag of... Oh, is mijn zak gescheurd? Van een dag of 2 dus. Tijdens die beurzen doet Raymond vooral veel nieuwe ideeën op. Er staan heel veel leveranciers, want ja, Italië is toch wel het land zeg maar, van de merkjes en van het ijs. En leveranciers die komen bijna elk seizoen wel met iets nieuws. Alleen, ja, het wil niet zeggen dat iets nieuws ook een echte verbetering is. Dus we proberen dat, we proeven dat. Gaan we dat hier testen. En als het dan voor ons ook geschikt is, dan kunnen we het eventueel in de vitrine gooien. Rond 12 uur ligt zo ongeveer al het ijs in de vitrines. Maar de vraag is natuurlijk of er ook vandaag klanten op afkomen. Ja, mensen komen altijd wel even kijken. Ik bedoel, we zijn natuurlijk toch een paar maanden dicht geweest. En, ja, ik verwacht wel dat er wel wat gebeurt. Alleen ja, met mooie weer is het net even wat fijner natuurlijk. Hè. Ijsjes kunnen er altijd bij mij. Dus. Alles voor me, ja wel. Waren jullie vanmorgen van plan om ijs te gaan eten? Nu al? 12 uur 's middags? Ja. We waren zelfs gisteren al van plan. Ja? Maar wie hield je gisteren tegen dan? Nee, gisteren was dicht. Van na toetsweek is het echt heerlijk om even ijs te eten. Oh, jullie hebben net de toetsweek achter de rug? Ja, ze zijn nu eerder uit en dan gaan we even lekker ijsje aan. Een beetje relaxen na het vele denken vandaag. Dus, heel veel denken, denk ik.